Nou, één toernooi mist nog in mijn lijstje en dat is het Olympische Spelen. Dus dat is echt wel een doel en een droom die ik nog zeker heb. Michael Friedrich, 19 years old, representing Australia. Had je het verwacht? Nou, niet per se verwacht. Ik was wel goed voorbereid en de tweede kwalificatie ging gewoon heel erg goed. Dus ja, dan hoop je gewoon dat het genoeg is en dat was het ook. Dus ja, dat is gewoon alleen maar fijn. Ja, wat hoop je te bereiken op dit WK? Nou, we staan er als team gewoon heel erg goed voor en we hopen de Olympische Spelen te halen. Want hoe kun je die Olympische Spelen halen? We moeten als land bij de beste 12 landen zitten. En als we dat behalen, dan hebben we de ticket binnen en dan hebben we 4 tickets om later nog te gaan verdelen. Nou, iedereen is natuurlijk een jaar voor de Spelen echt topfit. Dus dat zie je ook wel in de resultaten. Maar ja, dat zijn wij dus ook gelukkig. Dus ik denk dat we wel gewoon goede kans maken op onze concurrenten. Nou, afgelopen jaar, of het jaar ervoor, 2018, hadden we bij het EK brons gehaald met het team. Dat is echt een heel mooi moment geweest. Maar ook in 2015, exact 4 jaar geleden, dus hetzelfde WK. Voorafgaand aan de Olympische Spelen, waarbij we toen ook de Olympische tickets hadden gehaald. Dat zijn wel momenten die ik nog heel erg goed koester. Nog even over jouzelf. Hoe lang hoop jij nog door te gaan in de turnen? Oeh, lastige vraag. Nou, zeker sowieso tot 2020. Maar ik denk dat ik daarna ook nog wel door zal gaan. Ik vind... Nou ja, één toernooi mist nog in mijn lijstje en dat is het Olympische Spelen. Dus dat is echt wel een doel en een droom die ik nog zeker heb. En voor de rest, ja, nog heel veel mooie grote toernooien meemaken en wellicht nog meer medailles halen. Dat zou wel heel gaaf zijn.